Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 31 oktober. Halloween. En ja, het is vandaag weer... Ik heb net een week vakantie gehad, herfstvakantie. En nu beginnen de scholen weer, dus ik ga weer gewoon fulltime werken. En ik heb er echt weer onwijs veel zin in. Het is wel echt mega koud, maar ik ben blij dat het een klein beetje licht is. En ik ga nu gelijk naar school. En dan ga ik even nog wat dingen klaarzetten. En ik had wel in de vakantie al alles voorbereid. Dus dat is echt super fijn. En dan ga ik deze week weer helemaal voor jullie filmen. Oké, ik ben terug van werk. En ik heb niks gefilmd. Ik heb net ook bij mijn vader gegeten. En het is al helemaal donker. Ik ga even lekker chillen. Ik ga even Holland's Next Topmodel kijken. En ja, het was eigenlijk een hele fijne dag vandaag. Dus dat was wel super fijn. En morgen beginnen dus mijn eerste... echte oudergesprekken. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik heb er morgen 4. En ik heb nu nog heel even snel een was erin gedaan. Want ik had echt bijna geen schone sokken meer. Dus dat wilde ik eventjes wassen. En ik ga nu even gewoon iets lekkers aandoen. En dan lekker op de bank zitten. Oké, ik had een mega leuk pakketje gekregen. Die ik heel graag aan jullie wilde laten zien. Het is namelijk een adventskalender. En ik dacht, dat is wel heel erg leuk om te unboxen. Het is dus van dit merk. Je kent het dus niet, maar het is een sieradenmerk. En ze hebben dus nu ook adventskalender. Je spreekt het denk ik uit als Finaste, denk ik. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar in ieder geval hebben zij allemaal leuke sieraden. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. En kijk, het is heel cute ingepakt. Zo ziet het eruit. Zo ziet het eruit. Echt super leuk. Kijk, en dan zit er een heel klein mooi doosje in. En als het goed is, zitten hier sieraden in. Kijk, hoe mega cute. Het is dus echt een soort van mini adventskalender met 10 vakjes. Echt heel schattig. Volgens mij kost die 50 euro. Ik zal je voor de zekerheid kijken. Ja, je kan hem kopen nu voor 50 euro. En er zit een waarde in van 180 euro. En kijk hoe leuk dit is bijvoorbeeld om als cadeautje te geven. Ik ga een paar vakjes voor jullie openmaken. Je kan dus kiezen of je de zilveren of de gouden wil. En ik heb dus gekozen voor de zilveren. Ik ga beginnen bij doosje nummer 1. En het zit dus in zo'n schattig doosje. Oh, heel leuk. Hierin zit een klein armbandje. Met een klein hartje en een steentje erin. Echt super schattig. Dus dat is doosje nummer 1. Dan ga ik ook vakje nummer 4 openmaken. Er zitten van die kleine zilveren knopjes in. Heel leuk voor bijvoorbeeld het derde gaatje. Heel schattig. En ik ga ook nog nummer 5 openmaken als laatste. En de rest moet je maar zelf ontdekken. Oh, ook heel mooi. Dit is een kettingje met een klavertje 4 eraan. Kijk, echt heel mooi. Hele mooie sieraden. Dus dat zijn de sieraden. Neem zeker een kijkje in de beschrijving. En ik hoop dat je dit even leuk vond tussendoor. Good morning, het is vandaag dinsdag. En ik ga nu naar werk toe. Het is nog heel vroeg. Ik heb net gedoucht, dus ik wilde nog even mijn haar doen. En ja, dus ik ga nu snel naar school, want ik wil nog even wat dingetjes doen. En dan zal ik proberen vandaag iets te filmen. Dus let's go. Dus wat kan je met je handen doen eigenlijk bij popmuziek? Ja, een beat maken. En hoe deed hij dat dan? Dus het is vuist, vinger, vinger, plat. Vuist, vinger, vinger, plat. Vuist, vinger, vinger, plat. Okay. Ik ben terug van werk. En het is al echt best wel laat. Het is ook al echt helemaal donker. Ik moet er echt aan wennen dat het dus nu helemaal donker is door die klok. Maar in ieder geval, ja, het was een fijne dag. Ik heb dus vandaag mijn eerste oudergesprekken gehad. En dat ging eigenlijk ook heel goed. Dus dat was ook heel fijn. Het is toch wel altijd heel eng voor de eerste keer. Maar ik denk dat ik dat het hele jaar wel blijf houden. Maar ik heb er wel gewoon een goed gevoel over. Dus dat is super fijn. Ik ga nu gelijk even wat eten. Ik doe heel even eerst een trui aan. Ik heb het koud. En dan ga ik lekker avondeten. Ik had nog avondeten, dus dat ga ik eventjes opwarmen.
Dus dat scheelt ook. Dan hoef ik het niet meer te maken. Ik heb weer een mega leuk pakketje. En die wilde ik toch even aan jullie laten zien in deze video. Het is namelijk een pakketje van Naked. Ik heb altijd een maandelijkse samenwerking met Naked. Met een kortingscode. Alle linkjes staan in de beschrijving. En ik ga de items lekker aan jullie laten zien. Dus veel kijkplezier. Ik ga beginnen met een nieuwe blazer. Ik heb deze blazer echt in zoveel kleuren. En het is echt mijn favoriete blazer. Hij is aan de prijzige kant, maar hij is echt top. En de zwarte en de witte draag ik echt zo vaak. Het is namelijk deze beige blazer. En hij is echt een mega mooie kleur. Ik heb hiervan ook de broek. En ik dacht, in combinatie met elkaar, maar ook los van elkaar, is dit echt zo mega leuk. Dus dit is de beige blazer. Ik heb hem in een maatje 36. Ik zou hem nooit combineren met deze outfit. Maar dit is de blazer en ja, hij is gewoon echt perfect. Ik vind deze blazer zo mooi. En hij is lekker oversized. En ik vind de kleur echt prachtig. Dus hier ben ik echt onwijs blij mee. Dan als volgende heb ik een leren broek. Ik heb dus een leren broek van Naked. Alleen die is dus een beetje aan de grote kant geworden. En deze heeft dus heel fijn een soort elastieke band. En ik dacht, ja, dan moet het eigenlijk altijd wel goed zitten. Want het is dan gewoon heel stretchy. Hij heeft wel echt hele wijde pijpen. Dus die zijn echt helemaal recht. Ik denk wel dat het een wat korter model is. Dus dat is echt top voor mij. Omdat ik niet super lang ben. Ik heb de leren broek aan. Ik hoop dat je hem een beetje kan zien. Hij zit echt mega lekker door die elastieke band. En het topje is dus ook van Naked. Echt mega fijn. Ik ben er heel blij mee. Dan een nieuwe trui. Want je kan nooit genoeg nieuwe truien hebben. En ik dacht, deze is heel leuk boven een beige broek. Die bij die blazer hoort. Maar kijk hoe gaaf deze trui is. Hij heeft dus twee kleuren. En dat vond ik hem juist ook echt heel erg leuk maken. Ik heb dus meer van die truien met twee kleuren. Hij heeft wel een beetje een hoge kol. Maar die kan je natuurlijk wel dubbel vouwen. Maar deze stof voelt echt zo mega zacht. Echt niet normaal. Dus ik dacht, leuk boven een beige outfit of boven een spijkerbroek met lekker mijn UX eronder. Helemaal herfst. Oké, dit is de trui. Hij zit in ieder geval heel erg lekker. Ik vind het model toch wel een beetje raar zitten. Misschien als ik het op een andere broek doe, dat het er anders uitziet als ik hem zo onder mijn trui doe. Maar hij zit wel echt heel lekker. Dan heb ik een nieuw topje bij Naked die ik echt in zoveel kleuren heb, maar hij is echt mega fijn. Als je hem nog niet kent, ga zeker kijken. En ik zag hem nu ook in het grijs. En het is dus een crop shirt met lange mouwen. En ik vind hem echt zo mega fijn zitten. En hij sluit echt heel erg mooi aan. Ik heb hem in de maatje S. En ze hebben hem echt in 100 kleuren. En hij heeft dus dit stofje. En ik dacht voor in het... Ja, grijs is eigenlijk ook wel heel erg mooi. Niet voor uitgaan met zweten, denk ik. Maar wel een heel leuk grijs topje. Dus hier ben ik echt super blij mee. Dit is het grijze topje. Ik vind hem echt mega mooi. Ik heb hem dus ook echt in het zwart en het wit en het beige. Maar deze is echt top. Dus hier ben ik heel blij mee. Dan had ik echt een nieuwe spijkerbroek nodig. Want die was ook een beetje groot geworden. Hij was gewoon een beetje uitgelubberd. En toen zag ik deze gewoon blauwe spijkerbroek. In een lichte kleur. De kleur komt niet helemaal over. Maar ik vind hem heel mooi. En het is dus gewoon een straight leg. Ik ben heel benieuwd of het gaat passen. En hij is dus echt super high-waisted. En dat vind ik echt heel erg mooi. Ze noemen het high-waist straight. Ik moet hem wel wassen, want hij ruikt niet echt heel lekker. Dus dat is deze broek. Oké, de broek zit wel heel erg mooi. Maar ik vind gewoon het model niet zo heel mooi. Hij heeft in ieder geval helemaal knopen. En dat ziet er een beetje gek uit. En hij is best wel kort. Terwijl ik ben echt 1,60. Maar ja. Dan als laatste een hele leuke pantalon. In een groene kleur. Kijk hoe mooie kleur. En deze loopt ook gewoon helemaal recht uit. Maar ik dacht, een keer een pantalon in een andere kleur lijkt me wel heel gaaf. Dus toen heb ik gekozen voor deze kleur. Ik heb hem in een maatje 38. En de kwaliteit voelt echt heel erg goed aan. Ik hoop dat hij goed gaat zitten. Maar echt heel erg mooi. Dus dat is het laatste item. En ik vind groen sowieso altijd heel erg mooi. Oké, de pantalon sluit echt zo bizar goed aan. En de lengte is ook echt perfect. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien.
Ik zou het niet combineren met dit shirt. Maar hij is echt prachtig. Hier ben ik echt mega blij mee. Ik hoop dat jullie deze unboxing leuk vonden. En dan gaan we nu weer verder met de vlog. Good morning. Het is vandaag woensdag. Korte dag. En we gaan morgen met de klas naar de film. Dat had ik geregeld via Kijkkunst. En daar zit ook een kunstproject aan vast. Dus dat is wel echt super leuk. Alleen we moeten daar heel eventjes iets voor voorbereiden. Een voorbereidingsles. Dus die gaan we vandaag doen. En dan gaan we morgen gaan we naar de film. En dan gaan we allemaal een soort van korte filmpjes kijken. Dus ik moet vandaag even goed kijken hoe het werkt. Ik heb het net helemaal klaargemaakt. Ik ga nu onderweg nog even mijn tanden poetsen. En dan ga ik. Ik was vandaag helemaal vergeten om iets te filmen. Maar ik had namelijk een nieuw pakketje van Lovies met feest items. En volgens mij had ik ook de Lovies item van vorige keer niet laten zien. Maar daar zat... Oh, ik heb ook een kortingscode voor jullie. Maar daar zat ook een giletje in. Deze hele leuke. Ja, deze outfit zat hier niet zo. Maar deze is echt mega leuk. Ze hebben echt super veel nieuwe giletjes. En deze zat er ook bij. Kijk hoe cute. En dan gewoon op een basic outfit. Maar er zat ook de party collectie bij. En daar heb ik een paar leuke items van mogen uitzoeken. Dus ik dacht, die laat ik wel even aan jullie zien. Dit hele mooie topje. Zo. Kan je heel leuk dragen met de feestdagen of met oud en nieuw. En ook nog een heel leuk rokje. Deze. Echt heel cute. Deze had ik in de maat M. En dat topje heb ik ook in de maat M. En ze zijn echt allebei heel cute. En ook nog een zwart jurkje. Dat zwarte jurkje vind ik net ietsje minder. Ik zal hem eventjes laten zien. Namelijk gewoon dit zwarte jurkje. Dus dat zijn mijn items. En ik ben dus nu wat vroeger natuurlijk klaar met werk. Omdat het woensdag is. Dus ik dacht, ik ga even alles opruimen. Want er staat echt al een was. Een week op het droogrek. En ik moet gewoon echt even wat spullen opruimen. Dus dat ga ik nu doen. Oké, ik heb even boodschappen gedaan. Ik doe even Jones pak aan, want ik heb het koud. Ik wil mijn verwarming niet aanzetten. Ik ga even laten zien wat ik heb gekocht. Wel wat ongezonde dingen. In ieder geval, twee rollen koekjes. Die doe ik gelijk in mijn tas. Want ik dacht, als we morgen naar de film gaan, hebben we daarna wel trek. Dus ik heb even koekjes gekocht voor de kids. Van die vanillekoekjes. Dus ik hoop dat ze die lekker vinden. Ik denk alles wat koek is, dat ze dat wel lekker vinden. Zo. En verder heb ik even alles opgeruimd. Er zit wel nog een was in. Even kijken. Ik heb weer tomaatjes gekocht. Dat ga ik vanavond even eten. Dan doe ik ze altijd in de oven. En wat ik dus heb gekocht zijn van die dit soort dingen, van die vega dingen. Die waren nu in de actie en ik dacht, ja, kan ze ook gewoon natuurlijk invriezen. Ik heb van deze koekjes gekocht, want die waren in de actie. En dit waren vroeger echt mijn lievelingskoekjes. Doordat ik nu op school werk, zie ik elke keer al die koekjes voorbij komen en dan denk ik, oh, die wil ik ook. Dat is echt erg. Dus ik heb van die smoeltjes. Verder ga ik nu even een soepje eten. Ik heb van die koffiedingetjes. Ik heb Ben & Jerry ijs gekocht. Echt erg. En ik heb nog meer vega dingen gekocht. Ik eet dit dus echt zo vaak. Maar het zijn dus gewoon tomaatjes uit de oven met een klein beetje zout en peper. En ik heb hier dus die vega kip nuggets. Dus ik ben echt super benieuwd of ze lekker zijn. En ik ga straks dus even sporten. Ik heb er niet onwijs veel zin in. Want ik ben echt moe. Maar ja, het moet toch eventjes gebeuren. Ik ben heel even nog iets aan het kijken. En dan even wat eten en dan ga ik sporten. Good morning, het is vandaag woensdag. En ik ga zo, ik ga nu werken. En dan ga ik met mijn klas naar de film. We gaan een soort van vier korte filmpjes kijken. Over verschillende thema's. En dat zijn dan documentaires, maar ook animatiefilms. En in elke film komt dus naar voren hoe je het verschil voor iemand kan maken. Dus wel een mooie boodschap. En daar gaan we dus naartoe. Maar ik ga in ieder geval nu rijden. En dan hoop ik dat ik vandaag iets kan filmen.
Het is inmiddels donderdagavond. Ik merk weer dat ik echt slecht aan het filmen ben. Echt sorry. Maar in ieder geval, ik heb net even een klein beetje de woonkamer opgeruimd. En Amber is onderweg hier naartoe, want die blijft hier gezellig eten. Die heeft mijn huisje ook nog niet gezien. Dus ik heb het een klein beetje opgeruimd, even mijn kaarsje aangezet. En dan komt zij nu gezellig hier naartoe. Ik ga nog heel even mijn slaapkamer een klein beetje opruimen. En dan zal ik zo een stukje filmen. Ja, ik doe met de elektrische vel. Nou, de pokeball was lekker. Niks meer van over. Nou, ik heb even mijn tafel verschoven, want ik ga even andere nagels doen. Ben benieuwd. Good morning, het is vandaag zaterdag. En ik heb echt nog niks gefilmd, want ik heb vandaag alleen maar schoongemaakt. Ik ben nu nog steeds bezig. En ik ga zo 2 video's opnemen. Ik heb wel al gedoucht. Ik moet even mijn haar anders doen. En ik heb namelijk een nieuw pakketje gekregen. Die zal ik zo even openmaken. Maar ik ga nu even verder met opruimen. En dan zien jullie mij straks. Oké, nou mijn huis is weer helemaal schoon. En ik heb mijn haar al gedaan. Mijn make-up nog niet. Want ik heb namelijk iets leuks. En ik ga hier een TikTok over maken. Je herkent vast wel... Zit er nou hier iets? Je kent vast wel die Meroda foundation waar echt iedereen het over heeft. Ik heb hem hier. Ik ga hem voor jullie testen in mijn TikTok. Ik ben echt zo benieuwd of die gaat werken. Maar het is dus een soort witte foundation die kleurt naar je huid. Dus ik ben echt mega benieuwd. Kijk even op mijn TikTok of die werkt. En dan ga ik even mijn make-up doen hiermee. Ik ben super benieuwd. Oké. Ik heb dus de foundation van Meroda getest. En hij doet het, nou, hij werkt dus. Dus dat is echt top. Hij is niet super dekkend. Maar dat vind ik juist eigenlijk wel heel mooi. Ik zie wel dat mijn blush lekker heftig is. En mijn camera valt. Maar in ieder geval, hij werkt dus wel. Mijn huid is een beetje rood hier. Ik weet niet wat het is. Oké. Maar er wel tegen. Ja, misschien ben ik allergisch voor. Oh. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik ga het toch niet vanavond op doen. Ik ben met Denise en we hebben net even een cocktail gemaakt. En we gaan nu ons klaarmaken. Deze ravage. Ik heb net alles vandaag opgeruimd. En kijk hoe leuk deze lampjes zijn. Heel cute. Ik heb nu al, dat ik hier ga ik dan mijn kerstboom zetten. Zo daar in die hoek. Ja, dat is leuk. Zo'n baby kerstboompje. Nou, ik had bij mijn moeder altijd zo'n klein nep kerstboompje. Dus ik denk dat ik die gewoon dan daar ga zetten. Ja, dat is goed. Ik ga wel denk ik alvast heel even mijn topje aandoen. Gewoon een zwart topje. Want anders dan komt er misschien make-up op. Basic zwart topjes. Hè, die kan je ook gewoon van mij aan. Ja, dat is zo. Maar ik had dus... ik wil het gewoon even laten zien. Laat jij even zien, meisje. Want ik ben wel helemaal gekrukeld. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!